welkom bij Natuurlijk Gezond Slank met Julia Kamp. Vandaag ga ik jullie iets vertellen over groene thee, maar dan over een hele bijzondere groene thee. In het Verre Oosten weten ze al heel lang dat groene thee gezond is, want het zit vol met antioxidanten die de schadelijke werking van vrije radicalen tegengaan. In Korea, waar ik vandaan kom, is groene thee ook echt een hype. Je hebt daarom ook groene thee koekjes, groene thee snoepjes, groene thee frisdrank en zelfs groene thee brood. Nou, gelukkig gaan wij niet zo ver hierin, maar ook hier is groene thee behoorlijk populair aan het worden en wordt het ook veel gekocht. Maar weet je wat zo raar is? We kopen de groene thee wel, maar we drinken het helemaal niet op. Want wat doen wij? Wij stoppen die groene thee in zo'n zakje. Vervolgens doen we het zakje in een kopje met heet water. En dat laten wij dan een paar seconden tot een minuut laten we dat trekken. En dan doen we het zakje hierin. En drinken dan dit op. Maar dit is helemaal geen groene thee. Dit is niets anders dan heet water met een, nou wat is het, een geel-groen, nou echt een geel kleurtje. En in dit zakje, wat wij dus in de prullenbak gooien, daar zit nog steeds de groene thee in, met al die antioxidanten en die waardevolle stoffen. Maar we doen er dus eigenlijk helemaal niks mee. En dat is toch eigenlijk hartstikke zonde. Daarom heeft Amaprana de Koto Buki Machi. Dit is de allerhoogste kwaliteit groene thee wat er is. Deze groene thee die wordt geteeld in Japan en 4 maanden voor de oogst worden alle theeplantjes bedekt met zeil. Daardoor krijgen ze een stuk minder zonlicht en gaan ze meer chlorofiel aanmaken en meer aminozuren. En deze groene thee, dat zit niet in een zakje, nee. Dat is gewoon tot poeder vermalen in een potje. En dan doe je een heel klein beetje van die thee in een glas met heet water. En dat ga je gewoon goed roeren. En eigenlijk in Japan, en eigenlijk hoor je dat met een heel klein spateltje te roeren, zodat al die groene thee goed oplost. Nou, en je ziet nu ook echt het verschil in kleur. Dit is gewoon geel en dit is echt diep groen. Je ruikt ook echt, kijk hier, ik ruik gewoon echt helemaal niks. Maar als ik hier naar ruik, ja, dan ruik ik gewoon echt groene thee. Nu heeft onlangs de Currenties van Waarde ook een onderzoek naar thee gedaan. En daaruit bleek dat in de meeste groene theesoorten, daar zaten zogenaamde aromakorrels. En die aromakorrels die bleken dus eigenlijk gewoon voor het grootste deel suiker te zijn. En die aromakorrels, dus dat suiker, dat wordt toegevoegd om de slechte kwaliteit van die groene thee te verdoezelen. Nou, omdat deze matcha van de allerhoogste kwaliteit is, heeft dat helemaal geen kunstmatige aroma's nodig. En je kan dus ook gewoon zien dat dit puur alleen maar 100% uit groene theepoeder bestaat. Dus ik zou zeggen, probeer eens deze Koto Buki Machi. En merk het verschil in smaak, maar ook wat het met je lichaam doet. Dus Koto Buki van Machi. Tot de volgende keer.